De huisjes hebben gewoon een woonkamer, een zithoek, een keuken, een badkamer en natuurlijk ook een slaapkamer. Alleen je kunt bijna niks kwijt. Nee, nee dat klopt. Ik heb, maar, maar toch uh, heb ik onder de trap een hele ruime opberghok. En uh, als je daar gewoon laadjes in maakt, kastjes, dan kun je nog heel veel kwijt. Eigenlijk gewoon een klein mini, vrijstaand huisje waar je gewoon voor jezelf hebt. De tiny houses moeten de ergste woningnood in Veldhoven oplossen. Want veel mensen zijn op zoek naar tijdelijke woonruimte. Het kan zijn omdat zij uh, nog thuiswonend zijn en al jarenlang bij de gemeente staan ingeschreven, maar nog niet voor een woonruimte in aanmerking komen. Maar het kan ook zijn dat mensen door een scheiding uh, plotseling een andere woonruimte nodig hebben. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven in een tiny house te wonen, mag elder maximaal twee jaar blijven. Daarna moet ze dus ergens anders naartoe. Maar daar maakt ze zich nu nog geen zorgen over. Ja, mijn inschrijving bij WoonEasy blijft doorlopen. Waardoor ik dan ook alweer hoger aan de lijst kom. En uh, sneller aan een woning zou kunnen komen. En um, ja, tegen die tijd zien we wel weer.